Buurtbewoners en omstanders hebben gisteren een stille loop in het resort Flora gehouden om aandacht te vragen voor de verruwde verkeerssituatie in Suriname. Afgelopen weekend werd wederom een fietser dodelijk aangereden door een aanrijding met twee voertuigen. Er is door enkele straten van Flora gelopen, waarna de menigte ook bij de familie van Raymond Ford, de fietser, langs is geweest om hun medeleven te tonen. Ivanil Duplein, DNA-lid van de NPS, tevens ook bewoner van het resort Flora, voegde zich ook bij de menigte toe. De parlementariër zegt dat zaken omtrent de verhuurde verkeerssituatie goed aangepakt moeten worden, zodat zulke gevallen veel minder worden. Maar natuurlijk ook meer wetten die aangenomen moeten worden. Maar het gaat niet alleen maar om de wetten, maar het gaat ook om de handhaving van die wetten. Hè? Want wanneer je die wetten hebt, zijn ze dode letters. Maar hoe gaan ze dus dan in uitvoering moeten komen? En daar heb je dus dan beleid voor. En misschien moeten de sancties ook weer herzien worden. Want je weet, nu is het zo dat als je zonder rijbewijs reed, dus dan dacht ik over ten goede een bedrag van 3000 moet betalen. Maar dat is bij lange na niet genoeg, want 3000 SRD is niets. Men ziet het als footsie. Begrijpt u? Dus ik denk dat zaken toch wel herzien moeten worden. En de bal is aan de kant van de regering, aan de kant van het parlement. Maar ook de samenleving heeft de rol hierin te vervullen om het gedrag met betrekking tot hardreden achterwege te laten. Zeker ook in bebouwde kom moet je rekening houden. Wanneer je in de wegen gaat waar er zoveel mensen zijn, hou er rekening met je snelheid. Ja, ik zie soms hier in Flora mensen rijden in een bebouwde kom met een snelheid van 80 km per uur en dat is niet goed. De nog steeds aangeslagen moeder van Boiler, Munjeka de Vries Ford, is niet te spreken over het handelen van de politie bij het overlijden van haar zoon. Zij roept naar het ministerie van Justitie en Politie dat zij gerechtigheid wil voor de dood van haar jongste zoon, omdat het erop lijkt alsof de zaak in het doofpot zal verdwijnen, zegt de Vries Ford. Want ik heb gezien dat die agenten die daar waren die avond, die twee agenten, ik ga geen naam noemen, iedereen kent ze, iedereen weet het, en men heeft gezien hoe ze hebben gereageerd. Als ik het was, hadden die agenten me gepakt aan mijn slurf en gebracht. Dan ga jij daar zitten, want je bent de veroorzaker. Toch? Jij hebt het veroorzaakt. Nu weten ze niet eens wie de veroorzaker is, wie reed. Ze moeten gaan zoeken nou wie die auto reed. Kunt u zich voorstellen? Huh? Een auto helemaal geen krab heeft, geen schrammetje heeft, een van die auto's. Dan wil je me zeggen dat je het onderzocht. Die jongen, ze hebben niet eens een blaastest. Van mij zouden ze gelijk zeggen, ik ga blazen. Ze hebben die jongens niet laten blazen. En de manier zoals die twee agenten die jongens hebben behandeld, het waren alsof ze prinsen waren van de... Het kon ze niet schelen. Die jongens waren, maar volgens mij waren ze dronken hoor. Volgens mij waren die jongens dronken. En dit allemaal maakt ons verdriet alleen maar erg. Ja, ik wil gerechtigheid. Ik wil gerechtigheid. Ja. Wil gerechtigheid. Maar dat zul je krijgen. Die vader heeft daar contact met ons gemaakt hoor. Hij heeft wel contact met ons gemaakt. Hij komt vanavond binnen. De verkeersbarometer staat momenteel op 4 doden in 2023. Volgens de politie is Ford geschept door de 19-jarige Ruiz die voor de andere auto wilde uitwijken. Het rijbewijs van de automobilist Ruiz is hangende het onderzoek ingevorderd. De andere autobestuurder, Emeka, is in het bezit van een Nigeriaanse rijbewijs, maar heeft geen Surinaams rijtoestemming. Deze is heengezonden terwijl Ruiz hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.